hals over kop met je gezin in de auto springen. De belangrijkste spullen inladen en ga naar... Ja, waarheen eigenlijk? Een vluchtelingenkamp of familie? Wat moet dat heftig zijn? Veel Irakezen hebben deze herinnering ontheemd. En als je dan weer terug zou kunnen naar je huis, dat je dan eigenlijk niet durft. Alle vrolijkheid en enthousiasme is verdwenen. Sommige christenen in Irak zijn bang, moe en depressief. De oorlog van de afgelopen jaren heeft nog steeds een grote invloed op hun zijn. Ik herken het gevoel van angst en verdriet wel. Ik denk iedereen wel. Jouw emoties doen ertoe, mijn emoties doen ertoe. En samen kunnen we elkaar steunen. Ik ben zelf nooit depressief geweest, maar ik heb het wel van heel dichtbij meegemaakt. Iemand die het leven niet meer zag zitten en alle gevoel uitschakelde. Om zo geen pijn meer te voelen, maar ook geen liefde en blijdschap. Het is dan bijna onmogelijk om nog dichtbij te komen en in verbinding te blijven staan met elkaar. Maar wat een troost om te weten dat God door elke mentale muur kan komen met zijn geest. En dat hij elk hart weer zacht kan maken.